Morgen. Ik wil even het ontbijt van Nessie filmen, want hij heeft echt zijn best gedaan. En ik weet zeker dat hij nu een boomerang of zo gaat maken. Ik ga stuk. En dan schrijf ik erbij, het ziet er lekker uit. Maar het smaakt niet. Geloof me, het smaakt niet. Geloof staat er. Oh. Hele goedemorgen, of goedemiddag eigenlijk alweer. Ik was vandaag eigenlijk niet van plan om te gaan vloggen. Toen dacht ik, weet je, waarom niet, fuck it. Pardon? Vloggen. Ik heb tegen jou gezegd, ga vloggen vandaag. Waarom dan? Goed? Ja, nou ja, hij heeft me overgehaald om weer te gaan vloggen vandaag. Dus ik dacht, fuck it, waarom niet? Gewoon doorpakken die handel. Huppakee. Ja, nou ja, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zien er zo uit omdat wij eigenlijk ondertussen een video aan het opnemen zijn voor jullie. Dat klopt. Geef me maar een kus en zeg dat je van me houdt. Wij zijn een lekkere gezonde tonijnpizza aan het maken en ik hou van jou. En we gaan zo lekker vreten. Wat gaan we daarna doen? Je moest gembershotjes hebben. Oh ja, vanavond ga ik eindelijk weer mijn gembershotjes ophalen. Ik vertel straks wel meer over. Gembershots. Van Juice Express. My fave. My fave juices. En wat nog meer? Hebben we nog wel iets wat blij? We kunnen misschien kijken of we naar de bios of zo ik gaan. Ik heb daar wel zin in. Ik zag Anish gisteren bij een poolbar. Wat is dat? Poelen. Dat is leuk. Maar heb je al verteld waar we naartoe gaan binnenkort? Nee, nog niet. Maar dat vertellen we straks. We hebben de vakantie geboekt. Spannend. Maar ik ga weer lekker weg. En dat is al over minder dan een week. Dus het valt binnen mijn 30 dagen challenge om dagelijks te vloggen. Je gaat al de hele tijd gang signs in jouw vlog. Weet je dat ik eigenlijk helemaal niks snap van die signs überhaupt? Ik ga er vandoor. Shit, mijn pizza moet eruit. Oh, ik heb net die pizza opgegeten. Ik ben echt doodmisselijk. Echt? Ja. Is too much? Ik moet hem niet opeten. Wat doe je? Ja, ik dacht niet na en nu besef ik pas dat het eigenlijk heel veel was. Heb je helemaal opgegeten? Ik heb helemaal opgegeten. Oké, één plakje niet. Ik heb weggegooid. Ik heb net tickets geboekt voor de bios, want wij gaan samen naar Escape Room. Ik heb er best wel veel zin in. Ik neem Nessie altijd mee naar een thriller. Op een of andere manier gaan we altijd gewoon of naar horror of naar thrillers. Maar ja, ik mag dus helemaal geen snacks daar. Dus ik heb besloten om zelf even gewoon snacks te smokkelen naar de bios, wat eigenlijk helemaal niet mag. Maar ik ga hierin gewoon lekker walnootjes doen. Dat is mijn eerste snack. Kijk, ik heb hier nog pure chocola. Hebben ze dat niet bij de bios, pure chocola? Het is wel echt keer zo klein. Heb je een grotere? Hoezo? Ik mag niet eens zoveel. Oh. Ik mag maar een klein beetje. Ik heb nog een kleine bak gevonden. Ik denk dat ik hier aardbeidjes in ga doen. Zo, ik ga de aardbeidjes gewoon lekker snijden. Zo, dan heb ik ook een bakje met aardbeidjes. Het ziet er echt lekker uit. Deze aardbeidjes zijn trouwens echt super lekker. Dat zijn de biologische. Daar wil ik ook even pure chocola meenemen. Deze is trouwens veel goedkoper dan die van Lindt. Het scheelt me echt 80 cent of zo. Heel apart. De chocola doe ik gewoon in een zakje. Okay, ik ga even snitje door de biscuit. Shut up. Dat is een meneer die vrouw heeft eten in haar tas meegenomen. Eerlijk, ik heb echt lekkere snackjes. Chocola, walnootjes en aardbeidjes. Lekker. En dan ga ik daar natuurlijk wel gewoon drinken kopen. Lekker. Ja, flesje water, koffie. Koffie? Ja, kan ook. Bij chocola. Waarom denk je geen sprout? Dat vind ik echt niet lekker. En ik word opgeblazen van prik. Wij staan inmiddels bij de tank. Dit heb je van mij geleerd, hè? Om hier in camera te zitten. Is dat zo? Ja. Spannend, hoor. Wij zijn even bij de tank gestopt om even snacks te halen. Ik heb koffie. Wat heb jij gehaald? Doritos. Lekker, hoor. Ik ga die meesmokkelen in de bios. En hij jat altijd mijn Nougats. Heet ze Nougats? Ja. Nougat? Nougat. Nee, het is echt Nougat. Gewoon Turks, toch? Turkisch! Het is toch wel echt Turks? Waarom spreken we het zo is uit? Is het Turks? Nougats. Dat is toch gewoon... Dat is niet Turks, man. Je hebt het over die andere. Wat dan? Dit is volgens mij Frans. Is dat zo? Nougat. Volgens mij staat er zelfs iets Arabisch op. Ja, dat staat Arabisch op. Ik zeg toch, jongens, hoe heet het in onze taal? Het is wel echt wel erg. Nee, maar, lekker. Want ik wou zeggen, ik wil eigenlijk nog mijn gembershotjes vandaag halen. Maar dat is dus niet gelukt. Want ik heb vandaag ruzie gehad met Nessie. Nou. Ja, ik heb ruzie gehad met Nessie, want Nessie is vandaag klopt. Echt... Het is jouw schuld. Nee, het is niet waar. Het is niet waar. Ik ben vandaag best wel chagrijnig gewoon. En ik denk van ja, soms als man moet je het ook gewoon een beetje slikken. Weet ik je vind wel? Als vrouw maar moet Nessie, je soms gewoon slikken. Nessie is echt zo'n drama queen. Nou, dat is een grap. Sommige mensen snappen dat misschien. Nessie is echt zo'n drama queen dat hij zeg maar
mij moet uitdagen ofzo. Dus op een gegeven moment hadden wij dus de bioskaartjes besteld. Nou, we hadden bioskaartjes, we hadden film uitgekozen. Ik was helemaal blij. Ik ging mijn snackjes nog inpakken. Ik heb het nog allemaal gefilmd, dit en dat. En op een gegeven moment zegt hij van, nou, nu ga ik niet meer mee. Gaat hij zijn schoenen uitdoen, zijn jas uitdoen. Gaat hij op de bank liggen. Ik denk, wat een fucking sukkel ben jij. Toen zei ik, blijf maar thuis. Ik ga weg. En toen ging ik rondjes rijden met mijn auto. Toen was ik het zat, had ik een uurtje rondjes gereden. Toen kwam ik voor de deur parkeerd, had ik geweld. Toen zei ik, kom je mee naar de bios? Toen ging die liefde zeggen, je moet eerst wel sorry zeggen. Ja. Zeg maar sorry voor mijn volgers. Nee. Want omdat jij je schoenen en jas uitdeed. Terwijl wij naar de bios moesten gaan voor een leuke avond. Sorry. Waar heb je spijt voor? Ik heb spijt voor het leven. Yalla. Masalama. Nou, wij gaan er weer vandoor. Ik heb mijn snackjes lekker allemaal met tasten op het erheen komen. Lijkt alsof ik door de douane heen moet. Stel voor als ze zo'n scan hadden bij de bios. Ik heb hem gevangen. Wij zijn eindelijk bij Pattaya gekomen. Wij gaan dus naar deze film. Thriller. Ik heb er echt zin in. Ik ben nu even bij het toilet. Ik moest even heel snel naar het toilet. Maar kijk één keer de vloer hier. Love it. Echt gaaf. Paparazzi. Leuk hoor. Word je herkend? Schaam jij een beetje? Nou jongens, ik ben er doorheen gekomen. Ik heb trouwens water gehaald. Laat mij andere dingen zien. Ik heb hier kokos spa water gehaald. En het heeft lekker popcorn. Lekker. Ik heb ook bier gesmokkeld van thuis. Kijk, ik heb deze gehaald. Ik ben echt benieuwd of deze lekker is, want ik hou van kokosnoot. Zijn ruim op de tijd, dat had ik echt niet verwacht. Ik heb nu wel echt heel veel spijt. Corner chips, niet normaal. We komen net uit de bios. Een beetje bang geworden. Heel spannende film, dat wel. Het einde is gewoon wel echt... Het einde is echt bagger. KUT gewoon. Maar het is wel een aanrader om naartoe te gaan, want het is wel gewoon een leuke film. Escape room. Ja, dus... En daarna gingen we doen alsof alles escape room was. En... Nou, toen we eruit waren, wij zitten nu in een heel enge garage. Ik zag nog drie. Ja, ik ook. Jongens, start de kar. We gingen zoeken naar codes en zo. Nee, echt een aanrader. Ik vertel je thuis meer over. Doei. Ik ga helemaal stuk om ons net zo snel aan betalen. Maar we waren echt zo bang. We waren in een parkeergarage hieronder. En er was gewoon letterlijk niemand geparkeerd. Dus wij waren echt zo hard aan het wegrijden daar om hier te komen. Want we waren gewoon bang. We gingen rijden. Opeens gingen alle lichten aan, weet je wel. En dan, omdat de film echt zo fucked up is, ga je gewoon echt gewoon raar denken. Dus wij waren helemaal aan het lachen en paniekerig in de auto. En uiteindelijk zijn we hier toch goed beland. En nu even aan het wachten op Nessie. Ik kan niet wachten om thuis te zijn, jongens. Ah, Nessie, puzzelboy! Rosja, goed? Ik heb de code gekraakt, we kunnen naar buiten. Ik ging helemaal stukken los op mijn paniekerig zo die garage uitreden. Je krijgt paniek van die hele film, hè? Grappig. Oh, nou, leuk. Ga je nog even niet? Ja, ik hoop het toch. Dat was de puzzel, Nes. De puzzel is gekraakt, ik moest gewoon betalen. Nou jongens, onze chillavond is nog niet voorbij. Want deze had gewoon nog honger. Wij gaan een veggie burger halen. Deze Mac is gewoon lekker 24 uur geopend. Zo, wij zijn lekker thuis. En ik dacht, ik ga even het maskertje gebruiken die ik laatst heb gehad. En deze ga ik nog even in de keuken doen. Ik heb dus zelfs maskers gehad van Starskin. Nog nooit eerder gebruikt. Maar het gaat dus om dit maskertje. Nou, ik heb er twee van gekregen. Even kijken. Ik ben dus achtergekomen dat ik er twee heb gekregen. Ik heb een roze en een bruine. Deze is voor Instantly Recovering. En deze is voor Age Perfecting. Nou, ik ga gewoon lekker voor Age Perfecting. Made in Korea with love. Oké. Okay. Zo, ik ga gewoon even snel zo reinigen. Zo, mijn huid is gereinigd. First place the bottom part of the mask on the face. Volgens mij moet ik het zo doen. Dan moet ik het bovenste gedeelte eraf halen. Of hoe werkt het hier?
kijken. Ja. Oh, 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 oh. Ik zit helemaal verkeerd. Even kijken. Zo. Oh, dat voelt lekker aan, jongens. Nou. Mooi dit. Oh, het voelt wel heerlijk aan. Kijken. Stap 3. Leave in for 15, 20 minutes. Oké. Okay. Dus ik moet dit straks na 15 à 20 minuten verwijderen. Dan moet ik het in mijn huid masseren. En ik hoef het niet af te spoelen. Oh, dat is zo raar. Oh mijn god. Oh raar, ik heb het echt nog nooit uitgeprobeerd. En dat is een masker die je niet hoeft af te spoelen. Daarom moet je dus van tevoren reinigen. Dus krijg ik iets beter reinigen. Maar oké. Okay. Het is schrokken. The fuck is jouw probleem? Hij schrok net toen ik binnenkwam. Het is mijn masker. Je gedragen, man. Kom net van een gekke film, komt deze met de masker naar binnen. Wat op. Oh, inmiddels 20 minuten later, zelfs een beetje langer. Ik was het vergeten. Maar ik moet mijn masker even eraf halen. Het voelt wel echt super lekker aan, moet ik zeggen. Dit is echt een heel fijn masker. Okay, jongens, ik ga nu mijn pyjama aandoen. En dan ga ik gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei!